Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Hikmat Mahawad Khan. En meneer Hikmat, die is de laatste tijd, je kan niet om hem heen, joh. Hij verschijnt overal. Hoe gaat het met meneer Hikmat? Alassane Boom? Alassane Boom, man. Alassane, rustig. Nee, man, je kan altijd om me heen. Nee, je kan niet. Als het om het Suriname nieuws gaat, kan je niet om Hikmat Mahawad Khan. Hele dag links, rechts, overal verschijnt je, man. Wat is er aan de hand allemaal, meneer Hikmat? Nou, maar nu overdrijf je. Maar goed, maar dat heeft vooral te maken met, ik kom uit de luchtvaart en in de luchtvaart zeggen wij, never a dull moment. In Suriname is het never a dull moment. Daar is er elk uur iets aan de hand. En goed, ook in Nederland, ook in de rest van de wereld. Alleen in Suriname val je van de verbazing van het ene moment en het andere moment. Nee, er is best wel veel te doen in Suriname. Ik kan het niet bijhouden soms, hoe snel dat allemaal gaat achter elkaar daar in Suriname. Vandaag weer luchtverkeersleiding, vliegtuigen moeten weer uitwijken. Maar ja, hoe ervaar je dat vanuit, want ik heb laatst een bericht gelezen en dan was het eigenlijk meer een bericht naar u toe van, je bemoeit om zich voeren, of niet, meneer Hikmat? Oh, zo maar zei je dat. Nee, ik ga geen namen noemen, maar ik heb iets gelezen. Oh, iemand naar jou toe? Nee, het was in de media verschenen, toch? Oh, ja. Oh, dan weet ik maar. Dan moeten we, kijk, een van de dingen wat wij anders moeten doen, jij en ik, is wij moeten man en paard noemen. Want ik heb eromheen draaien, generiek praten, nee, je hebt niks. Ik zei, kijk, voordat er zijn een paar dingen aan dat. Maar voordat ik iets inhoudelijk zeg, ik wil een generiek opmerking maken. Wat mij opvalt, is dat Surinamers in Suriname heel snel op hun tenen zijn getrapt. En dan verongelijkt zeggen, ja, jullie in Nederland. Tegen mij zeggen ze ook wel, ja, jij in Nederland. Jij zit hoog en droog. Ja, je zit daar veilig. Ja, je weet het beter. Enfin, dat zijn van die generieke dingen. Prima, mag je zeggen. Dat ik het beter weet, mag je ook zeggen. Maar luister, tegen die mensen zeg ik bij deze via de open microfoon van Stoomvaste. Loco, daarmee los je het probleem in Suriname niet op. Mij schofferen helpt het probleem oplossen niet. De reden waarom ik jullie schoffeer, ja, ik schoffeer jullie ook, dat doe ik ook bewust, is dat jullie uit jullie stoel komen, want jullie dragen die verantwoordelijkheid daar. Anomie, als jullie welke verantwoordelijkheid? Ja, om het land beter te maken. Zowel de politici als de toekijkers. Dan komen we dadelijk, kom ik even de generiek op. Aboe. Dus wat ik wil zeggen is, besteed je energie om naar jezelf te kijken. De reden waarom ik opmerkingen maak, is dat jullie gewoon begrijpen dat jullie het niet goed doen. Niet leuk om te horen, maar dit is feit. Loco, 48 jaar lang, ik zeg rond 50 jaar altijd, is het een brok op een nazi geweest. Abo, het is gebeurd. We gaan niet terugkijken. Ook dat wil ik toegeven. Maar hier en nu, als ik nu naar alle verantwoordelijkheden in Suriname kijk, zowel de politiek als maatschappelijk middenveld, als allemaal, als de media, de mensen die veel daar in openbaar treden en die lange tenen hebben. Al die mensen hebben hier en nu niet over het verleden. Ik geef je vrijheid over het verleden. Pardon over het verleden. Hier en nu laten jullie niet zien. Laten jullie niet zien hoe je het land gaat ontwikkelen. Dat je zegt van ja, we hebben hier genoeg kennis, ook dat geloof ik. Maar dan moet je het laten zien. Geen één politieke partij kan laten zien hoe ze dat doen. Geen één maatschappelijk middenveld kan laten zien hoe ze dat doen. Ik heb afgelopen dagen allerlei debatten gevolgd. Man, dan val je van de verbazing van je stoel eigenlijk. Want waarom? Is mooi hoe je dat die zegt. Archiefet. Mijn archipassie van Suriname. Maar dat denk ik, het lijkt wel theekransjes, praatclubje eigenlijk. Op deze manier ga je het land niet vooruitbrengen, dames en heren. Zeuren over Hikmat gaat jullie niet verder helpen. Maar Hikmat zeuren over jullie gaat waarschijnlijk wel helpen. Oké, nu ga ik op naar de inhoud. Dus
ik ben er bewust van, Ray, dat mensen het ongemakkelijk, onvriendelijk, onprettig vinden. Daar ben ik bewust van. Ik heb altijd gezegd, ik treed in de publiciteit niet omdat ik het leuk vind, omdat ik wil eigenlijk liever niet. Ik doe dat omdat anderen het hebben verzaakt. De dag dat anderen dat oppakken, ik heb dat ook over jullie als stamvaster gezegd. Ja, ja, ik zeg wel. We praten ook over man en paard. Nee, over de zenders in Suriname. Hè. Als die het oppakken, die journalisten, ik kom dadelijk op een van die cases, ik heb het ook laatst over Limburg, ga ik het ook over dadelijk hebben, inhoudelijk. Als die mensen het oppakken, dan stop ik ermee. Ik beloof dat ik ermee stop. Nou, ik denk, als jij stopt, maar dan wordt het cyber en ik wil niet dat je stopt. Nee, ik stop. Jullie gaan door. Daarvoor zijn jullie. Mijn doel is dat iedereen, jullie verantwoordelijkheid nu oppakken waar jullie het hebben laten liggen. Abo. Dus dat even die generieke opmerkingen. Dan, ik weet waar je naar refereert, weet hoe je zei, iemand zei van dat ik mij te veel bemoei met Suriname. No? So, dat is meneer Van der Zaan. Laten we meneer Paard noemen. Meneer Van der Zaan schrijft een artikel naar aanleiding van mijn artikel, dames en heren, luisteraars. Ik heb het gelezen, ja. Ja, waar ging mijn artikel? En dat is wel een belangrijk punt, dames en heren. Het gaat bij mij niet om meneer Van der Zaan. Mino Sabambang, zo lezen vind ik hem wel. Fatou naar hem luisteren. Maar het is wel belangrijk dat wij soms kritisch naar dingen kijken. Ik heb gereageerd naar aanleiding van een interview van meneer Van der Zaan bij Limburg op dinsdag, afgelopen dinsdag. En wat gebeurt daar? Van der Zaan komt uit het niets voor het volk. Misschien voor hem wel, dat het bij hem borrelde, dat uno sabi. Uit het niets vertellen dat Santokki. Hij komt iets vertellen. Maar waarom kwam hij dat vertellen? Want dat is waar mijn kritiek over ging. Niet dat hij kon vertellen, maar wat wil hij met dat vertellen doen? Ik kom zo meteen wat het vertellen is. Hij wil iets aantonen. En mijn kritiek is dat hij dat niet heeft kunnen aantonen. En dan zeg ik, als je dat niet hebt kunnen aantonen, wat was dan jouw doel om te vertellen? Dan begin ik te verdenken. Oké. Hij wilde aantonen dat Santokki een racist is en een blokkade heeft vanuit zijn racistisch denken. Want hij is Hindoestaan, hij denkt racistisch Hindoestaans en daardoor is die man geblokkeerd. Oké. Dat is Van der Zaan zijn ervaring, maar dat is ook de ervaring van heel Suriname. Heel Suriname klaagt erover, inclusief ik, dat Santokki een racistische inborst heeft en dat zijn beleid racistische trekken heeft. Ik heb daar heel vaak over geschreven zelf. Nothing new, zou ik zeggen. Oh, maar hij werkt toch prima samen met de koning van Suriname? Zeg nog een keer? Hij werkt toch prima samen met de koning van Suriname? Santokki? Ja. Ja, nee, dat hij Santokki werkt met iedereen als het hem uitkomt. En zodra het hem niet meer uitkomt, is het een probleem. Maar even over dat probleem van der Zaan. Is toen ik dat zei, hield meneer Van der Zaan zijn mond nog. Dus nu komt mijn verbazing. Het is in 2016 gebeurd, die onthullingen. En wat onthulde Van der Zaan? Van der Zaan onthulde dat in 2016 Bouterse hem gevraagd heeft om na te gaan of het juridisch en administratief, bestuursrechtelijk enzovoort, allemaal binnen de kaders van regels, mogelijk is om het dien te vervangen als VP en Santokki te benoemen als VP. En let op, en de reactie van Van der Zaan was, zegt hij zelf, dit is het beste wat Suriname kan overkomen en het kan binnen de regels. En het is het beste wat Suriname kan overkomen, want meneer Van der Zaan vindt en vond dat Santokki een goede manager is enzovoort. Behalve dat hij Van der Zaan ontdekt dat hij een blokkade heeft vanwege zijn racistisch denken. Maar voor de rest is Santokki, deugt alles aan Santokki, dat het een goede manager is. Dit was Van der Zaan zijn uitspraak bij Limburg. Dames en heren, waar ik mij aan stoorde is, het feit dat Bouters in 2016 hem Van der Zaan vraagt, kan Santokki VP worden, en dus Santokki dat wil,
Daar, ik zie geen enkel verband en geen enkel bewijs dat Santokki dan racistisch is en een racistische inborst heeft. Als je andere bewijzen hebt aangevoerd, dan ben je met Abu. En daar heeft de man 90 minuten lang over zitten praten. Wel, hierin, als je 90 minuten lang kan praten over één onthulling, dan denk ik van dat je al meer bewijzen op tafel moet leggen. Dus kom ik, en dan denk ik ook nog, waarom kom je nu na 7 jaar ons vertellen dat Santokki een racistisch inborst heeft, op basis van een onthulling die geen grond heeft voor jouw stelling? En ik dacht, dat klopt dat gewoon niet. En dan ga je denken van, wat wilde je daar doen? En daar heb ik over geschreven. Ik zei, wat wil deze man daar doen? En wat mij ook opviel, en daarom wil ik man en paard noemen, en daarom wil ik kritisch zijn, dat Surinamers ook moeten leren, dat ze niet ons voor de gek kunnen houden. Ik vind dat wij voor de gek zijn gehouden door Van der Zand. En ik ga je vertellen waarom. Als Van der Zand vanaf 2020 tot heden, tot afgelopen dinsdag, zijn mond houdt over zijn racistisch beleid, terwijl heel Suriname al piept, Guillermo Samson zelf een paar keer op zijn vingers getikt en nog meer mensen. En Van der Zand houdt zijn mond. Terwijl die man dat weet, zegt hij. Dan denk je van, hé, vouw elkaar. Je hebt altijd een grote mond en dan geef je niemand rugdekking dan wel. Je geeft niemand bijval dan wel, zeg je niks. Vervolgens zeg ik ook, hoezo meneer Van der Zand, als Yuna Abu, je hebt een goede neus en een goede oordeelsvermogen. Want als jij 7 jaar lang vindt dat Santokki een goede manager is, terwijl heel Suriname ziet dat Santokki totaal niet deugt als manager, geen enkel project lukt, er zijn zoveel schandalen en zoveel missers, geen enkel doel is gerealiseerd. En jij gelooft nog steeds dat die man dat is. En ik schreef in het artikel, iets wat ruikt naar poep, ziet eruit als poep en smaakt misschien ook als poep, verkoop je als fiado, dan is er iets mis met je oordeelsvermogen. En dat zeg ik dan ook tegen Van der Zand. De Amafaya. Wel, daar ben ik blij dat je faya bent, want dat heb ik met je gezegd. En dan komt het tweede punt. Mm-hmm. En dan zei ik ook in het artikel, en daarom werd die man boos. Van ja, je bent een buitenstander, je moet boeien in Suriname. Oh ja, ik kom dadelijk op dat punt. Zo zijn die Surinamers ook. Hè. Zodra ze het er nu uitkomt, ja, dan wonen wij in Nederland. Jawel, hierin, dat mag geen punt zijn. Wij in Nederland wonen, mogen wel de wereld analyseren. Wij analyseren de hele dag het Midden-Oosten, de hele dag Amerika, de hele dag India en China. Dat kan, maar wij mogen dan geen analyse plegen op Suriname. Zo lauw, Sanina, dacht hij. Abu. Ik wil even eraan toevoegen, ja, dat we wel 350 miljoen per jaar in de kast droppen bij, hè? Aan de economie bijdragen. Dankjewel. Maar weet je wat die grap is? Al deze mensen, hun partijen dan. En dan bij deze zeg ik het ook erbij, hoor. Ik bemoei niet in dat ding met u en meneer Van der Zand, maar ik luister naar u. U moet niet bemoeien. Het gaat niet om bemoeien. Ik heb eigenlijk niks persoonlijks tegen die man. Hij is niet de enige, hoor. Zoals hij... lopen er tientallen in Suriname. Dus het is toevallig Van der Zand, daar ben ik weer blij. Maar het gaat niet om meneer Van der Zand als persoon. Het gaat erom wat wij daar zien. En daar heb ik mij aan gestoord. Want nu komt het eigenlijk het tweede deel. Dat denk ik bij mezelf. Hij heeft het dinsdag geroepen. Limburg heeft totaal geen kritische vraag aan hem gesteld. Dat vindt Limburg niet leuk dat ik daarover opmerkingen maak. Maar hij liet hem gewoon 1,5 uur lang over dit onderwerp, Van der Zand heeft meer dan 2 uur daar gesproken, 1,5 uur lang over, op dit onderwerp doorpraten. Tussendoor een klein tussenvraagje, maar niks doorgevraagd. Limburg had hem ook kunnen vragen, maar meneer Van der Zand, u heeft hier zitten vertellen, maar ik zie het verband niet. Hoe moeilijk was het deze vraag te stellen? Heeft hij niet gedaan. Maar de dag daarna komt Linscheer. Want Van der Zand had ook iets over Linscheer gezegd. Maar als je dat heeft gezegd, moeten zij weten. Dan is Limburg wel kritisch op bij Linscheer. Terecht trouwens, dat hij kritisch doorvraagt. Dus dan doet Limburg het wel goed. Dus mij valt op, wat is dan de rol van Limburg in deze? Vindt hij niet leuk, maar ik stel de vraag
heel open. Laat Limburg... Of Limburg moet zeggen, ik had een off day. Dat mag. Dat kan. Ik schrijf ook in het artikel, ik heb een beetje clementie dat hij een off day had. Omdat hij bij nader bericht begreep ik dat hij die avond of de nacht ervoor eigenlijk op zijn huis was geschoten. Dus daar kan ik me voorstellen dat hij misschien een beetje een off day had. Maar dat moet hij weten, maar dat moet hij het zeggen. Dus, okay. Terug naar wat mijn tweede deel opviel, is dan zegt hij van de Zand dat Wouter ze gevraagd heeft om Adin te vervangen. Wat mij opvalt, dat heel de NDP, en ik ga ervan uit dat Van der Zand NDP'er is, ik ga ervan uit, zeg ik. Waarom ga ik vanuit? Omdat die man jaren daar op het kabinet werkt als vertrouweling van Boutersen. En hij zegt ook dat hij goede band in Boutersen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan Van der Zand van de Oranje Partij of Groene Partij of Rode Partij of Gele Partij is. Kan, maar kan ik me weinig voorstellen. Dus ik ga ervan uit dat hij van de NDP is. Mm-hmm. En overigens, mijn uitgaan ervan wordt bevestigd in het artikel van Van der Zand, maar daar kom ik dadelijk op. Hij schrijft in het artikel over dat Adin vervangen zou worden enzovoort. Wat mij opvalt is dat heel de NDP sinds dinsdag volledig zwijgt over deze ontboezeming. Want dit was kennelijk een ontboezeming voor heel de NDP, want dat was geheim gehouden. Inclusief Adin waarschijnlijk. Iedereen is stil. Dan denk ik, hey, zij op Sanja. Waar gaat het hier over eigenlijk? Waarom is NDP nu... Want NDP zou toch nu eigenlijk stelling moeten nemen van... wat Van der Zand zegt, klopt of klopt niet. Maar, ik ga ervan uit dat de NDP waar is. Maar wat is eigenlijk voor mij beeldvorming zo chockerend aan deze... Wat je zegt, ontboezeming? Van der Zand zegt ontboezeming dat Santokki VP zou worden. Dat is een ontboezeming. Toch? Dat is eigenlijk nieuws. Niemand, dus eigenlijk kom ik zo meteen erachter dat wat Van der Zand daar zegt, tussen de regels, hij zegt het niet zo, maar een goede luisteraar kan daaruit concluderen dat als het waar is, en dan moet NDP ook maar zeggen of het waar is of niet. Santokki heeft gezegd dat het niet waar is, dus Van Santokki ontkent dit. Ja goed, Van der Zand zegt dat het zo is. Waarom zegt de NDP dan niet dat het niet waar is? Santokki is al uitgekomen bij de waarheid. Dan zegt hij, dat is niet waar, flauwekul, bla bla enzovoort. NDP zwijgt dat. En waarom is dat kwalijk? Dat schrijf ik erin. Is dat een van hun kroonprinsen, of nou Adin het president wordt of niet, kan mij niet boeien. Ik heb geen voorkeur en ik ben geen NDP. Het zal mij worst wezen. Maar ik denk bij mezelf, als een van jouw kroonprinsen zo beschadigd wordt, en je houdt je mond 3 dagen lang, dan begin ik met de vraag aan mezelf van, wat willen jullie met die Adin dan eigenlijk? En wat is jullie standpunt en strategie? Het kan niet zo zijn dat NDP nu gaat zeggen, ja, ik ga niet in het openbaar, het is niet wij zeggen, het is meneer Van der Zand. Maakt niet uit, je moet naar buiten, je moet een verklaring afgeven, je moet er iets van zeggen. Heel NDP zegt. En dat schrijf ik dan. En dan wordt die man... Oké, dus dit is wat ik heb geschreven. Dit is wat mij opviel. En ik zeg dat het een kwalijke zaak is. Wat ook bijzonder is, Ray, is op het moment dat ik kritisch over deze regering schrijf, zeggen de VAP'ers, ik ben een paarse rat. Op het moment dat ik kritisch ben over de NDP, zeggen de NDP'ers van hij is een oranje rat. Samson heeft zelfs gezegd dat ik een oranje mol ben die bezig is met takboy. Surinamers houden zich meer bezig met flauwekul. Luister, maakt niet uit wat voor kleur rat ik ben. Los het probleem daarop. En ik ontbloot het probleem. I drain the swamp dan zie je de bodem van de swamp. Want Sanna, een probleem voor Hikmat precies. Op dit punt. Op alle punten eigenlijk. Waarom is Hikmat zo fel met Suriname bezig? Misschien kan je dat een keer toelichten aan mij. Maar dan heb je niet goed geluisterd. Net. Nee, ik luister goed. Nee, maar luister het goed. Punt is, ik ben... Oké, misschien voordat ik antwoord geef, stel ik eigenlijk een wedervraag aan jou. Ja. Want in die wedervraag zit het antwoord. Okay. Waarom hou jij je de hele dag bezig? Nou, de hele dag is overdreven, maar... Als Tanvatje hier in Rotterdam, waarom hou jij je met Suriname nieuws en Suriname analyse? Wat is de reden waarom je dat doet? Nou, ik zal het kort samenvatten. Ik heb een enorme band met Suriname.
Ik ben daar gedeeltelijk opgegroeid, mijn hele leven op en neer geweest, heel veel meegemaakt en ik heb hart voor het land. En ik woon in Nederland, ik reis overal, maar op een of andere manier, ik ben verbonden met Suriname. Nou, was er een man. Oké, punt, dat is één. Maar waarom ben je kritisch op Suriname? Omdat ik gewoon wil dat het goed gaat met Suriname. Omdat er daar een bevolking zit die beter verdient als wat ze de afgelopen 48 jaar voor een kiezer gehad hebben. Oké, dat begrijp je. Vervang radars aan en vul Hikmat erin en wat begrijp je dan niet eigenlijk? Nee, maar ik dat is duidelijk, toch? Ik moet het je vragen, toch? Dus dat ding is dan moet ik ja, maar je laat die man maar een anderhalf uur doorpraten. Je hebt geen kritische vragen gesteld. Ja, maar... Oké, anders krijg je hetzelfde. Nee, maar luister. Ik ben kritisch. Dus, oké, vervang radars aan en vul Hikmat, dan krijg je alles. Ik ben geboren in Suriname. Ik woon in Nederland. Maar ik volg Suriname. Ik ga daar regelmatig naartoe. Ik ben begaan met het lot van Suriname. Ik heb wat ideeën en gedachten. En dat deel ik met de Surinamers. En de reden waarom ik kritisch ben, is omdat ik vind dat in dat het tijd wordt dat wij in Suriname een aantal mensen ook kritisch bevragen en begeleiden. Want dat gebeurt veel te weinig. Want ik heb je net een paar voorbeelden gegeven. Ik kan er 101 geven. Dus één gesprek dat meneer Van der Zand bij Limburg zit. En zo kan ik nog doorgaan met 101 gesprekken, hoor. Dus op die manier hoop ik dat wij kritisch zijn. Ook op andere fronten. Ik heb toch altijd gezegd. Santok heeft maar één keer een kritische journalist tegenover zich gehad. Dat was Twan Huis. In die hele 3,5 jaar heeft die man maar één keer gehad. Die Surinamers stellen geen vragen. Ja, maar hij selecteert natuurlijk wel met wie hij praat. Of hij zijn monoloogje op CDS voert. Ik bedoel, dat is allemaal goed geregisseerd. Ik volg het wel. Maar Arkina. Maar dan geef je het toch aan door. Daar hoeven wij toch geen genoegen mee te nemen. Dat hij dat doet, hoeven wij toch geen genoegen mee te nemen. En maar morgen erg. Als die Surinamers daar denken. Van Jere, nou, ik ga niet deze vraag stellen. Want dan krijg je een granaat onder mijn auto. Dat was met die arme jongen. Of ik verlies mijn baan. Dan moeten die Surinamers op zijn minst blij zijn dat Redarsan bestaat. En Hikmat bestaat in Nederland. En dat wij dat van Nederland doen. Maar ook daar beginnen ze dan te piepen, maar Libasani, want ik heb er geen last van dat gepiep. Maar even terug naar dat punt, hè, van NDP en Adin. Dus dit is wat mij opviel. Nu schrijft Van der Zand, als door hem bijgestoken, overigens wist ik hoor dat hij zou schrijven, want ik schrijf in het artikel, en nu mag geest is uit de fles. Ik heb de geest niet uit de fles gehaald, ik heb alleen maar de geest benoemd. En nu gaat Van der Zand dan reageren. Hij reageert ook natuurlijk met een ingezonden artikel op Herald. En dan schrijft die man, ja, een heleboel verhaal, lees het allemaal zelf, dames en heren. Maar het komt erop neer dat de man chagrijnig is dat ik uit Nederland, ver uit Nederland, bemoei met Suriname. Ik denk, meneer Van der Zand, het gaat u, het is wel gek dat u dat vervelend vindt, want... U bakt er gewoon helemaal niks van in Suriname. En dan moet u niet erg vinden dat anderen dat zeggen. Het maakt toch niet wie van waar zegt. Doe het beter voor het land en volk. Als u dat niet kan opzij schuiven, mond houden. Meneer Van der Zand is jaren daar directeur geweest. Jaren ook andere rollen. Hij kan moeilijk zeggen van ja, ik ben ambtenaar. Maar hij is wel onderdeel van het spel. Hij is niet alleen verantwoordelijk, zeg ik er meteen bij. Maar hij is wel onderdeel van het spel. Dus als hij vindt dat we ons mond moeten houden. En met hem ook de anderen. Ja, dan kunnen ze lekker hun gang gaan. En weet je wie het last van heeft, meneer Darsan? Ray? Precies wat je zegt. De arme man zoals jij, voor wie jij opkomt. Die arme man hebben er last van. Okay. Dus hij zegt, waar bemoeit die kerel uit Nederland? Wel, moet dat niet bemoeien. Want anders was dit stuk eigenlijk niet belicht. Ten tweede, zegt hij, en nou komt het. Hij verwijt Santokki voor racistisch gedrag. In zijn artikel laat Van der Zand zelf zien wat voor racist hij is. Want wat zegt hij in dat artikel? Hij verwijt mij dat ik een aanstuur... Nee, hij zegt ook, ja, jullie zaten achter Santokki aan en een Hindustan dit, dat... Ik kan het bijna allemaal niet letterlijk herhalen, maar het staat erop, dames en heren, lees het. Maar het komt erop neer dat hij mij verwijt dat ik achter Santokki met de kautere in mijn hand, eigenlijk achter Santokki zat.
vanwege het Hindustan zijn. Wel, meneer Van der Zaan weet wel wie ik ben. Ik heb het pas althans, hij heeft vaker over mijn artikelen gelezen en over opmerkingen over gemaakt. Hij zou toch moeten weten dat ik 0,0000 affiniteit heb met Santokki en dat ik Santokki vanaf dag 1 heb bekritiseerd. Sterker nog, ik heb gezegd dat ik Santokki zelf nooit geloofd heb. En ik ben misschien een van de mensen die nimmer vanuit Nederland achter Santokki is aangelopen. Ik ken die hele man niet, Abu. Dus dat hij dan in zijn reflex denkt, omdat ik Hindustan ben, Santokki Hindustan, dus is er een Hindustanse kabel, geeft aan hoe die man denkt. Dan gaat hij een stap verder, dan zegt hij, dat ik aanstuur dat Adin president wordt, en dan zegt hij, ja, het moet toch gek zijn dat, dat zij Simons opzij schuiven, en mij, en Adin dan voor haar in de plaats zetten. Dacht ik van Lukuja, wie is nou hier racistisch bezig, jongen? Dus lees een artikel en dan zie je dat die man zijn masker valt. Dus ik denk dat het beter is dat hij een Jinjabiri neemt, de Koru Jinjabiri, en goed nadenkt over zijn eigen gedrag en rol. Tot zover, maar nou komt het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijk is dat de NDP nu kleur bekent. Ik roep bij deze NDP op. De waarnemend voorzitter mevrouw Simons en de woordvoerder meneer Panka, want Bouterse is nu even in de luwte, dat weten we allemaal, maar dat deze twee kleur bekennen, standpunt innemen. Wat vinden ze nou van een prominent partijlid Van der Zaan? Want Van der Zaan is NDP'er, want hij schrijft in dat artikel, uit dat artikel van hem, uit zijn reactie, leid je af dat hij NDP'er is. Nou, dan moet NDP nu in het openbaar wat wil je precies dat de NDP moet verklaren dan, meneer Hikmat? De NDP moet vertellen wat zij vinden van de uitspraken van Van der Zaan. Het zijn twee uitspraken. Eén, wat zij vinden dat Van der Zaan schrijft in de rebound, dat is dus in het reactieartikel waarin hij schrijft over dat hij vindt dat zij, dat men, eigenlijk zegt hij over mij, maar hij bedoelt ook daarmee de Hindustanen, dat die niet moeten aansturen op vervangen van Simons door Adin. En daarmee zegt hij dan ook een beetje dat eigenlijk stuurt, ik lees het je voor eigenlijk. En ik denk dat dit belangrijk, waarom vind ik het belangrijk om voor te lezen, dames en heren, is dat dat het heel nauw luistert. En omdat jij mij nu doorvraagt, dan vind ik het belangrijk dat mensen dit goed begrijpen. Ik luister, ga dat voorlezen. Ik luister. Ja. Laat mij jou iets duidelijk maken. Dit is wat Van der Zaan schrijft, dames en heren. Ik quote letterlijk. Laat mij jou iets duidelijk maken. Aan mijn lijf geen Polonaise. Het gelul van je over Chaumeen heeft alleen betrekking op je oriëntatie als Hindustaan om Adin te promoten en zodoende te willen aansturen op het presidentschap als presidentskandidaat van de NDP. En zo, oké, dat is één deel. En het tweede deel gaat over wat wil je dat de NDP zonder mevrouw Simons met haar jarenlange staat van dienst... Nee, wat wil je? Eigenlijk moet er een komma staan, dat de NDP zonder meer Simons met haar jarenlange staat van dienst opzij schuift en Adin als leider van de partij aanwijst, zodat jij aan je Hindustaanse trekken kan komen. Hypocriet, zegt Van der Zaan. Adin wordt op geen enkele wijze als speelbal gebruikt. Hij is als minister van Onderwijs ingestapt en heeft een bliksemcarrière gemaakt in de partij. Ik heb met de man gewerkt enzovoorts enzovoorts. Dus eigenlijk zegt hij daar, met andere woorden, dat Adin blij moet zijn, joh, je hebt een bliksemcarrière gemaakt en dat is prima zo. En we gaan mevrouw Simons niet opzij schuiven om Adin naar voren te schuiven. Dus eigenlijk vertelt hij iets over wat hij vindt, maar dat mag. Maar hij koppelt het aan het Hindustaans zijn. En daar vind ik dat het heel nauw luistert. En dat siert de NDP niet, want de NDP zegt ook, en ik heb altijd gezegd dat de NDP voor mij als buitenstaander van alle partijen in Suriname eigenlijk tot nu toe onder aanvoering van Bouterse, zeggen wat je wil, onder aanvoering van Bouterse de meest nationale partij was.
Ik zeg het bewust onder aanvoering van Boutersen. Na Boutersen, Minosadi. Dat binnen de NDP mensen racistisch zijn, ja, dat verbaast mij niks. Dat zit in heel Suriname bij iedereen. In de kerken en de moskeeën zitten daar in Agwari. Het is daar bijna uitgevonden voor ons bij. Dankjewel. En daarom zei ik zelfs in de kerken en de moskeeën en de mandir zitten de racisten. Dus zij worry. Dus ik vind dat de NDP, dat is wat ik vind. Als de NDP niet wil, dan moeten ze vooral niet doen. Het volk zal dan een oordeel vellen. Maar ik heb gezegd, en ik vind, dat de NDP kleur moet bekennen, standpunt moet innemen, dat wat zij ervan vinden, wat Van der Zand hier schrijft over Adin als Hindoestaans kandidaat voor 1 en 2, dat we Simons niet op schuif moeten schuiven om Adin naar binnen te fietsen, als zij aan je trekken komen als Hindoestaan. En dat Van der Zand op dinsdag heeft onthuld dat Adin vervangen zou worden. En eigenlijk moet de NDP zeggen, dat is waar. Wij zouden Adin vervangen omdat, puntjes, puntjes. Of we zouden Adin vervangen omdat Adin niet deugde. Whatever that may be. Het kan ook zijn dat Boutersen vond dat Adin niet deugde. Nou ja, als Boutersen in 2016 vond dat Adin niet deugde. Ja, dan kan ik me voorstellen dat kiezers denken van ja, nee. Je bent ook niet overtuigd over jouw eigen kroonprins. Waarom zou ik dan op jouw kroonprins nu gaan stemmen? Snap je? Dus eigenlijk beschadig je als NDP'er, niet ik, Van der Zand, beschadig je je eigen kroonprins. Dan moet toch een partij, meneer Darsan, Ray, zoals je me vraagt, wat wil je dat ik NDP doe? Moet ik dat hier uitschrijven? Moet ik dat helemaal uitspreken? Een zelfrespecterende partij moet zich uitspreken. Misschien liggen ze er helemaal niet wakker van, meneer. Arkie. Nee, ze mogen inderdaad nergens van wakker liggen. I don't care. Maar dan zeg ik, dan moet je niet piepen als mensen die wel wakker zijn, er wel iets over zeggen. En ik heb net koffie gedronken, dus ik ben nog kraakhelder wakker. En ik vind er wat van. En ik zeg het, dan moet je niet piepen van ja, je man zeurt uit Nederland. Ja, dit is hem. Het volk gaat dadelijk bepalen wat het volk ervan vindt. Wie zie jij het liefst als presidentskandidaat voor de NDP? Oké, ik zeg, en dankjewel voor die vraag, want dit is iets wat ik nu langzamer gemerkt heb. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben paarse rat, ik ben van de Adin kamp, Arkino. Ik ben van geen enkele kamp. Om te beginnen, ik ben helemaal geen paarse rat, ik heb helemaal geen partij. Ik heb altijd gezegd, toen ik als kleine jongen in Suriname woonde, had ik sympathie voor de NPS. Daarna Migwe, heb ik geen enkele partij. Ik heb altijd ook gezegd dat ik veel sympathie heb gehad voor NDP / Boutersen. Voor twee redenen is omdat ik uit een district kom waar veel ontwikkeling is gebracht door Boutersen, onder aanvoering van Boutersen moet ik zeggen. En dat heb ik gewaardeerd. En ik heb ook een tweede reden gezien waarom ik de NDP onder aanvoering van Boutersen gewaardeerd heb, is de nationale politiek van Boutersen. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, dat Boutersen in Suriname, ten tijde van Boutersen, zo moet ik het zeggen, ten tijde van Boutersen merkte je dat er geen Koulibaly-Gamang strijd was. Eén en twee, wat nog belangrijker is, dat er niet zo'n strijd was tussen elite en armamenten. Dat was dus enerzijds eenheid en anderzijds een wat plattere samenleving. En dat zijn de twee dingen waarom ik Boutersen geroemd heb en dat ik zeg dat ik dat gewaardeerd heb. Wat zijn volgens jou de tools die Boutersen heeft ingezet om dat te bewerkstelligen wat jij ervaren hebt? Mijn analyse is dat... kijk, Boutersen is ook een mens, dus hij heeft ook ongemakken en zijn streekjes. En dat hebben we allemaal. Daarom zei ik ook, de mandiers, de moskeeën en de tempels zitten ook vol met dat soort lieden. met ongemakken en verborgen agendas, et cetera. Dus het is gewoon mens-eigen. Wij mensen zijn zo, wij zijn eigenlijk per definitie zondaren. En daarom moeten wij elke dag excuses aanbieden aan God eigenlijk dat wij fout hebben gemaakt. Maar terug naar jouw vraag eigenlijk.
Dus wat zijn wat voor tours? Ik denk dat Boutersen voor een groot deel intrinsiek nationaal is. Hij denkt nationaal in het belang van Suriname. En natuurlijk, again, hè, hij heeft ook zijn eigen mankels. En ik hoorde mensen al zeggen, ja, nationaal, hij denkt aan zijn portemonnee. Ja, hey, ze denken allemaal aan hun portemonnee. Dus de een denkt voor één zak en de andere denkt aan drie zakken. Maar Boutersen is wat nationaler. Hij denkt ook nationaal en heeft twee componenten. Eén is de eenheid onder de bevolking. Instaande Kriolen, alles door elkaar. En hij denkt ook vlak in termen van elite en arme mensen. Hij heeft dat in zich. Je ziet het, hoe die man beweegt, hoe die man handelt, hoe die man praat, hoe die man met mensen omgaat. Dat zie je in hem. Dus dat is iets groots. Hij is ook visionair. Hij heeft best wel veel visie. Het is niet dat ik de man aan het ophemelen ben, want ik wil een keer les. Let me tell you this, Ray, luisteraars. Mm-hmm. Ik heb Boutersen nog nooit in mijn leven in het echt gezien. Hè? En ik kom in Suriname, zoals ik zei. Ik heb hem nog nooit gezien. Dus ik heb iedereen gezien. Ik heb velen handen geschud. Hè? Maar Boutersen heb ik nog nooit gezien. Dus ik heb Minosaba man. Oké. Okay. Maar wat je bij hem ziet, is dat hij een visie heeft. Eigenlijk moeten mensen zich afvragen hoe die man eigenlijk zo visionair kan praten. Want je hebt laatst ook een uitzending bij Dave van Aarde gehoord, hoe die man sprak en uitgebreid sprak. En inhoudelijk sprak hij, hè? Filosofisch sprak hij. En dan moet je het volgende, dames en heren, als je het kan opbrengen, luister 2 minuten wat ik nu wil zeggen. Want er zijn mensen die een enorme aversie hebben en die krijgen nu pukkeltjes, maar toch. Probeer even naar dit te luisteren. Ik luister. Pukkeltjes als het om Boutersen gaat, hè. Maar je moet toch eerlijk zijn om naar te luisteren. En dat is dit. De man werd president in 2010. Voor 2010 had hij bijna geen bewegingsruimte om naar het buitenland te gaan. Om de redenen die al bekend zijn. Dat betekent, en dat is heel lang, hè. Er was heel lang, dus kon hij niet naar het buitenland. Abu, en dan zit je in Suriname, hè. Er was toen internet, was toen brokkel, hè. Dames en heren, onthoud goed, 2010 was internet redelijk, voor 2010, dan koppelt het zo. Maar in 2010 had je geen WhatsApp, geen social media, Facebook en al die dingen. Maar voor 2000 was internet er niet. En toch is Boutersen in staat geweest in die isolatie zijn kennis over de wereld. En ook op thema's en onderwerpen eigen te maken. Dat zegt iets over de man, hè. En hij leest veel, want dat heeft hij verteld. Minosabi, maar dat heeft hij zelf verteld bij Dave. Dus die man heeft zich suf gelezen. En dat betekent dat die man zijn hersenen kraakt. Dus ik vind dat de man vrij visionair is in denken. Het is hem niet gelukt om heel veel projecten uit te voeren. Ja, dat mag hij zich aanrekenen. En dan gaan mensen zeggen, ja, hij heeft een heleboel charlatans om zich heen gehad. Ja, maar dat moet hij zich ook aanrekenen. Dan moet hij betere management plegen en geen charlatans om zich heen verzamelen. Want een goede manager, een goede leider, een goede manager ontslaat of selecteert goede adjudanten om zich heen. Ja, nou, dus, ik heb hem ooit iets horen zeggen over een roze club. Roze. Nee, dat zei Durga bij jou, geloof ik. Nee, dat is pas. Maar ik heb, meneer Boutersen heeft het ooit ook gezegd. Hè. Hij zegt, er is een roze club. En dat zijn die mensen die zich langs de strijkstok al jarenlang bij elke regering verrijken. Is die club er, denk je? Ja, ik weet niet of hij roze of wat voor kleuren is. Maar in elk land. Dus ook in Suriname heb je altijd een invisible hand. En dat is ook in Nederland, maar ook in andere landen. Je hebt mensen die altijd op de achtergrond zitten en belangen verdedigen. En in Suriname is dat misschien die invisible hand, onzichtbare hand, veel sterker. Waarom is dat sterker? Omdat het een dorpse omgeving is. Mensen willen dat niet opvallen, dus ze doen dat op de achtergrond. 1 en 2, de koek is natuurlijk niet zo groot als in een... land waar triljoenen dollars omgaan. Dus
de koek is beperkt, dus men is met elkaar heel sterk bezig om de koek te verdelen en de macht te verdelen. Dus ja, dat er in Suriname een invisible hand is, ja, dat mag geen geheim voor niemand. Ja, ik krijg een app hier binnen. Ik lees het voor, ja. En of je het ermee eens bent, dat weet ik niet. Maar ja, nee, ik lees voor. De Rosse Club was een racistisch concept, destijds ontwikkeld door Boutense. Daarmee duidde hij op een groep invloedrijke ondernemers die licht van kleur waren, rosé, zo, en die terecht niet wilden meewerken aan de onjuiste economische hervormingen in Suriname. Doel was een dingistische economie te bewerkstelligen die het marktmechanisme de nek om zou draaien. Kijk waar het Venezuela gebracht heeft. Dus hulde daarom aan degenen die daar tegen hebben gezeten. Ik begrijp het niet zo goed. Nee, dat is een kletskoek. Dit zijn van die mensen die overal achter elke boom een spook zien. Die zien zelfs achter elke riet een spook. Arkie, ja. Weet je, dat geklets over Venezuela, hè? Venezuela is in de shitzooi gekomen, dames en heren. Als we er toch even een zijstapje maken. Yes. Niet door Maduro en Chavez. Venezuela is in de shitzooi gekomen door de boycott van Amerika. En Amerika boycotte Venezuela, niet alleen. Die heeft ervoor gezorgd dat het hele Westen mee ging doen aan de boycott. Als je zo lang een enorme boycott krijgt aan je broek, dan ga je in de shit komen. En dan komt de dames en heren. Ik kan me niet vertellen dat Chavez en Maduro klootzakken zijn. Sorry voor het woord. Maar dat komt omdat Chavez en Maduro niet op de pijpen van Amerika wilden dansen. En wat, maar nu komt Arquilla. Maduro heeft zijn beleid totaal niet veranderd. Maar diezelfde Amerika gaat nu met hangende poten terug naar Venezuela. Boycott Clary. En weet je waarom? We hebben je olie nodig. En weet je waarom? Wat probleem met Oekraïne en Rusland? Of met Rusland. Dus wat een probleem. Dus we hebben je olie nodig. Dus nu, dat wat ik vroeger slecht vond, vind ik nu prima. Omdat het mij uitkomt. En idioten die achter dit soort gedachten van Amerika lopen, nemen aan eigenlijk dat, ja, Chavez heeft Venezuela arm gemaakt. Chavez en Maduro hebben gewoon goed beleid gevoerd. Alleen als je dan zo in de knel komt, gebeurt er iets met je land. Dat is met Suriname ook voor een deel gebeurd. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Nederland en Amerika, vooral Nederland, ik meegewerkt op aanvoering, op aangeven van die Redimusos in Suriname. Niet de Rosse Club. De Redimusos, die hebben Nederland eigenlijk zover gekregen. Ook om Suriname onder druk te zetten, te boycotten enzovoort enzovoort. Ja, en zie daar de problemen in Suriname ook. Weet u, Ray, wie heeft brieven geschreven naar internationale financieringsinstellingen? Dat hebben niet Kenianen gedaan, dat hebben niet de mensen uit India gedaan of uit Singapore of weet ik veel waar. Surinamers, VHP'ers, Santoki en zijn manschappen. Maar meneer Hikman, hebben ze toch een beetje terecht gedaan destijds. Hebben totaal niet terecht gedaan. Laten we bijvoorbeeld, ik haal een voorbeeld aan. Hè. Men heeft destijds een brief gestuurd naar die bondholders van Oppenheimer, van Nolinde, ja, maar Amoni, want we gaan je niet terug kunnen betalen. Toch? Nu eindstand moeten ze met diezelfde mensen schikken. Dan hebben we ook, maar ik had je gewaarschuwd, toch? Ja, maar luister, ik zou je vertellen, als jij een beetje de wereld van financieringen kent, weet je wat ze dan zeggen? Loop naar je puntjes, je hebt me gewaarschuwd. Want ik heb niet aan jou geleend, ik heb aan een land geleend. En je denkt toch niet, Santoki, jij met je politieacademie, HBO-opleiding, dat wij en verstand van, het gaat niet om de opleiding, maar verstand van hier tot aan Lelydorp. Wij kunnen goed due diligence doen. Due diligence betekent een doorlichting, een risicoanalyse van mijn investering of van mijn lening. Ik doe een analyse of jij mijn geld kan terugbetalen. Dit soort grote firma's. Wel, ik kan erover praten, want ik heb het gedaan namens grote firma's. Ik snap je, laat me dit even afmaken, zodat mensen het niet begrijpen. Het punt is dat Oppenheimer
een analyse gepleegd heeft, bewust weet dat Suriname het kan betalen. Ik zeg dat tegen jou, anders gaan ze dat niet lenen. Ze zijn geen gekke Henkie. Ik lease de vliegtuigen van 100 miljoen dollar en je moest je de uittreksel van de hond van de buurvrouw brengen voor mij voordat ik jou dat vliegtuig gaf. Dus je denkt nou niet dat Oppenheimer zo'n idioot is, dat hij zegt hier heb je 600 miljoen en gezellig panatideo, kon jammer naar. Nee, ik snap dat punt van jou, maar ik neem het ook niet op voor het een of ander, maar wat je zegt, ik zelf zit dan wel in een goede onderhandelingspositie, want ik heb jou erop gewezen van... Als ik aan de macht ga komen, ga ik je niet gelijk terug kunnen betalen. Nu zijn het twee verschillende. Ik ga je niet gelijk terug kunnen betalen. Ook klopt niet. Het punt is, zei Oppenheimer, nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen. Oppenheimer is een betere analyse en projectie van alle componenten in Suriname. Je kunt het zo in een spreadsheet gooien en doorrekenen en scenario's bouwen. Maar jongen, die mensen weten precies naar hoeveel Tillo en Bami eigenlijk hoeveel geld binnen rolt in Suriname. Maar ze moeten wel lang wachten op hun geld dan, toch? Dat is iets anders. Zij hadden, ze hadden ook hier meteen een mes op hun keel kunnen zetten. Ze hebben ze ook niet gedaan. Omdat ze weten, dan komt dat geld later. En want de rente tikt door. Bij elke lender zeggen ze altijd, een lender heeft altijd één principe. Loco, je kan niet aflossen. Dan kan ik eventjes tijdelijk door de vingers kijken. Maar rente betaal je, vriend. Suriname heeft ook de rente niet betaald. Maar de rente werd niet kwijtgescholden. Daarom heeft het opgestapeld. En nu zegt Santokki, we hebben herkut. Helemaal niks herkut. Want die oliegelden, die zijn verpand. Oppenheimer is er beter vanaf. Oppenheimer is er nu beter af. Uiteindelijk wel. Als Santokki zo'n grote mond heeft, dat hij zegt, ja, ik heb je brief gegeven. Ik ga je beter onderhandelen. Next. Weet je, als je zo beter had onderhandeld, had je een betere deal kunnen sluiten. De deal is totaal niet beter. Maar goed, voor deze uitzending gaat dat iets te ver uitweiden. Dus we kunnen een andere uitzending wil ik afpellen waarom de deal, ik heb een keer over zelfs geschreven, waarom de deal totaal niet gunstig is voor Suriname. Dus kom geen sprookjes vertellen. Want dat is ook een probleem in Suriname. Maar Abou, dus we dwalen af even. Maar jij vroeg mij over... waarom Bouterse wat zo goed is aan Bouterse geweest. Dus ik heb je aangegeven, je had het over die roze, hoe noem je dat? De roze clubje of zo. Dus luister, als Bouterse dat gezegd zou hebben, dat hij, ik weet niet, ik heb die uitspraak van Bouterse niet gehoord, dus Miros Abazani, maar er wordt in Suriname gesproken over een roze club in het algemeen, en ik heb ook laatst doorgaan bij jou in Duitsland gehoord, maar ik heb het ook van anderen gehoord, en ik heb het vaker gehoord, en ik weet wie ze ook noemen, ze hebben zelfs rugnummers genoemd, maar dat ga ik nu in deze uitzending nu even niet doen. Maar even terug naar jouw vraag, Ray, gezien de klok. Maar nog twee dingen. Je zegt van ja, er gebeurt veel in Suriname. Dat klopt. Dus zo, dit is eigenlijk het meest actuele waar ik het over had. Dus samengevat, ik vind dat de NDP kleur moet bekennen, standpunt moet innemen. En ik heb geen voorkeur voor wie presidentskandidaat wordt. Ook niet namens de NDP. Dus het maakt mij niet uit of het mevrouw Simons is, of het Adien is, of het Bouterse is, of het Zang is, of Pietje of Klaasje. Of Santokki. Nee, is even de NDP heb ik genoemd. Dus I don't care. Dat moeten ze zelf weten. Als het gaat om de VAP, dan hoop ik niet dat het Santokki is, want hij kan het echt niet. En dan moet de VAP weten wie zij naar voren schuiven. En als ze niemand hebben, dan moet VAP niet terugkomen. En bij de anderen zie ik het ook nog niet even. Ik ken niet alle rugnummers. Wat ik belangrijk vind, dat vind ik belangrijk. Het maakt niet uit wie het is, maar de persoon die komt, die moet een aantal kenmerken hebben. Die moet visie hebben op hoe die Suriname gaat ontwikkelen. Die moet aantoonbare competenties hebben. Niet zeggen van ja, ik heb een masteropleiding. Ja, de studie is op zich niet belangrijk. Het gaat om wat voor ervaring heb je. Kun je me laten zien? Kun je me aannemelijk maken dat je het kan? 1 en 2. Dus kom niet met lege woorden als leiderschap en zo. I don't buy none. Dus maak het praktisch voor mij hoe je het land kan ontwikkelen. En maak het aannemelijk dat je het in je hebt.
En dat is waar het om gaat. Dat is belangrijk. Dat is één, hè. Maar twee is, stel je hebt zo iemand. Maar twee is, hoe krijg je al die mensen op lijn? Al die kapotgeslagen instituten, al die overtollige ambtenaren, weet je, het is, je gaat een hele complete hervorming moeten doorvoeren, toch? Maar, in dat woordje visie hebben op hoe, ik zei ook hoe, hè. Dus dat is één korte zin, maar daarom zei ik, maak het mij aannemelijk. Dus dat betekent dat je het helemaal moet afpellen, breakdown, zoals ze dat noemen, afpellen. Welke componenten je wanneer moet tackelen en aanpakken en hoe je dat gaat aanpakken. Al deze dingen wat je zegt. Dus het is niet alleen van ja, we moeten wolkenkrabbers bouwen, we moeten agrarische schuur doen, toerisme. Allemaal, spaar me dat soort flauwekul. Vertel me hoe. Vertel me wat de bijdrage zal zijn. Wat betekent dat in termen van programma's en organisatie, cultuur, wie je waar moet vervangen. Wat voor. En ik heb ook altijd geschreven, ik heb daarover ook gezegd, men moet dan ook vertellen hoe. En in die hoe-oplossing zit ook wat voor competenties je nodig hebt. Je hebt een slimme radars nodig, je hebt slimme Fraspina's nodig. Je moet dan vertellen wat voor type mensen en competenties ze nodig hebben. En daar zit die connie. Dus die connie zit in dat je in staat bent om te vertellen van hoe ziet de Suriname van in 15, 20 jaar eruit. Hoe kom ik daar? Wat zijn de stappen? Wat zijn de programma's? Wat zijn de projecten? En hoe financier ik de hele zooi? Met welke mensen ik dat ga doen? Daar zit die connie. En daarom hamer ik op dat al die politieke partijen niet moeten wegkomen van ja, we hebben een plan en ik ga dat voor de verkiezingen presenteren. Hier en dan bespaar me die flauwekul. Want als je me voor de verkiezingen zo'n pakket aan verhalen gaat vertellen, gaat niemand het snel kunnen lezen en er zit allemaal onzin erin. Dat hebben we al meegemaakt. Dus een nobele taak bij jullie. Want als ik de zeurpiet ben, dan zijn jullie tenminste niet de zeurpiet. Dus aan jullie de oproep en aan andere media. Voortaan elke politicus die in de uitzending komt, gewoon nu op de grillplaat, nu doorvragen. Maar oké, vertel vriend. En als je het niet in de uitzending kan vertellen, dan presenteer het op je website, presenteer het ergens anders. Maar presenteer nu voor anderhalf jaar voor de verkiezing. Als je dat niet hebt, dan zeg ik je hier en nu, deug niet via de draaideur afvoeren. Want wij kunnen niet meer permitteren dat Suriname maar, steeds gegijzeld wordt door flauwekul. Er blijft weinig over, hoor. We gaan koren van kaf scheiden en we gaan uiteindelijk ontdekken dat er weinig koren is. Wat je zegt. Maar dan is dat zo. Maar Lukuno. Dit moet ook een stimulans zijn voor de Surinamers die denken dat ze het kunnen, want er wordt stevast tegen ons gezegd. Ja, ik weet niet of jij dat hoort. Ik hoor dat stevast. Ja, jullie uit Nederland, je kent dat wel, hè? Daar trek ik me niks van aan, hoor. Nee, mij ook toen niet, hè? Ik ben ook steeds doof voor die flauwekul. Maar, en dan zeggen ze, ja, we hebben hier genoeg competenties. Ja, prima, joh. En dat kan best, maar dan is het een oproep, een stimulans voor die mensen om nu naar boven te komen en te laten zien wat ze waard zijn, wat ze kunnen. En dan kan het zo zijn dat het volk zegt, ik wil Piet of ik wil Klaas, want Piet heeft het. Piet was al die tijd achter de coulissen en nu laat Piet zien eigenlijk dat hij kan. Maar, en dit is wat wij dus in Suriname missen. Wij missen mensen met een visie. Maar ik kan het met een mooi voorbeeld geven wat ik elke keer doe en dat is dit. Wij zeggen, je hoort het tegenwoordig allemaal roepen, toch? We moeten iemand hebben, Suriname moet corruptievrij zijn, er moeten wetten komen tegen corruptie, al die dingen. Ja, maar jongen, dat is zo'n idioterie. Natuurlijk moet het zo. Natuurlijk moet je niet stelen. Natuurlijk is er een wet dat je niet door rood licht mag rijden. Maar er zijn altijd ratten die door rood licht stiekem rijden. Dus het punt, en je kunt iemand bestraffen, denk je dat die volgende keer niet door rood licht gaat rijden. Maar de kunst is dat je iemand hebt, ook al steelt hij een beetje, en ik keur het af, hè, maar ook al steelt hij een beetje, dat hij het land kan ontwikkelen. En ik geef me een mooi voorbeeld.
Er zijn twee landen die vergelijkbare situaties hebben gehad. Kuwait in het Midden-Oosten en Dubai in het Midden-Oosten. Beide hebben oliegeld, beide zijn rijk, beide hebben een sheik, beide hebben een beetje vergelijkbare democratie. Abu. Die sheik van Kuwait, of de emir, die is, houdt van zichzelf en de sheik van Dubai houdt ook van zichzelf. En van zichzelf houden betekent leuke dingen voor jezelf kopen, voor je familie, nou, familie en friends. Ik vind het een goed recht. Ze doen het goed, toch? Los daarvan. Maar ze verteren een hele familie. Dus die hele familie en friends, dus weet je, aboe. De sheik van Kuwait houdt zich meer bezig met zichzelf en iets minder met de ontwikkeling van zijn land. Het land is ontwikkeld, maar nog lang niet als Dubai. Terwijl Kuwait meer geld heeft dan Dubai. Maar dat even terzijde. Niet terzijde, maar dat is misschien wel belangrijk om toch even te noemen. De sheik van Dubai houdt ook van zelf. Maar hij is visionair en hij heeft het land ontwikkeld. Dus wat wil ik hiermee zeggen, dames en heren? Dus is, ook al krijgen we in Suriname een leider die een beetje iets meer in zijn zak stopt en iets meer aan zijn familie geeft. Wat fout is, zeg ik er meteen bij. Maar laten we niet daarop focussen, want het is een illusie dat we dat ding nu kapot kunnen krijgen. Ik zeg nu kapot kunnen krijgen. Ik zal zo vertellen wanneer we dat wel kapot krijgen. In het kader van prioriteit. Laten wij ons focussen op de leider die het land wel kan ontwikkelen. Niet wil, want hij kan wel willen. Als hij niet kan, dan hebben we ook niks aan. Hij moet kunnen. Hij kan ontwikkelen. Abu, daar moeten wij op letten. Dus als wij een leider krijgen die het land kan ontwikkelen. Maar mag het ook een vrouw zijn? Ja, ja. Luister, mij maakt geen donder uit of het een man, vrouw, homo, hetero. I don't care. Als hij kan. Dus wij moeten niet zeggen, ja, deze keer wil ik een vrouw. Nee. Wij moeten een leider hebben die het kan. Dus of ik, nogmaals, of ik nou paars, blauw, oranje, geel, kaal, kroeshaar, lange vlechten. Ja. Boeien, hersenen tellen. Abu, nu dit. Wanneer gaat corruptie in Suriname stoppen? Dat gaat komen wanneer er veel welvaart is. Dan is de kans dat het naar nul gaat. Niet nul wordt, maar naar nul gaat. Ook in Nederland, welvaartland, is er corruptie. Ook in Amerika. Overal, in elk land overal, maar terwijl dat contradictorie, dan is het, het is zo zichtbaar en zo openlijk. En... Maar weet je hoe dat komt, Ray? Dat komt omdat in dat land, in Suriname, de koopkracht zo zwak is dat men eigenlijk al voor een broodje al bezwicht. Dus op het moment dat je het goed hebt, dan sta je niet open voor verleidingen. Op het moment dat je het niet goed hebt, dan sta je meteen, dan ben je al om eigenlijk bij een broodje. Voor iets lekkers. Iedereen zoekt de lekkers daar. Waarom ze lekkers zoeken is omdat ze gewoon het moeilijk hebben. Waarom zoekt een ambtenaar hier niet een lekkers, Ray? Ik wil natuurlijk nogmaals, hier is er ook corruptie. Dus laten we niet Suriname zeggen, ja, maar jullie hebben ook corruptie. Nou, ja, dat weten we ook. Overal is er corruptie. Overal is er shit. Sorry. Alleen het gaat om de mate waarin. In Suriname is zelfs de parkeerwachter bezig met een lekker. Hey, ik zal je wat vertellen. Ik moest mijn stichting uitschrijven in Suriname een tijdje geleden. En ik zeg tegen die mevrouw, ik moet mijn stichting uitschrijven. En het moet binnen 3 weken gebeuren, want dan moet ik weer bakken. Nu vooral zegt, gaat niet lukken hoor. Echt niet. Dat de procedure is 6 weken. Bladibladibla, joh. Mirika Taksabo, de jongen. Ik ben voor de deur gaan zitten. Ik zat de krant te lezen, broodje te eten. En die mevrouw kwam naar buiten. Ik deed die deur open. Ik zei, mevrouw, kan ik u een lift geven? Ja hoor. Ad John Postdon. En geloof me, 7 uur de volgende ochtend ging mijn telefoon. Meneer, daar zijn ik de stukken komen ophalen hoor. Maar dan heb je maar de helft van het verhaal verteld. Want je hebt een lift gegeven, daarna heb je waarschijnlijk onderweg nog een milkshake gehaald, of niet? Dat bedoel ik. Lekker. Hey, maar we gaan afsluiten, meneer. Ja, ik gaan afronden, ja. Maar we spreken af dat ik spreek je vaker. Maar, en als ik je niet spreek, volg ik je toch. Dus, maar om af te sluiten, wat moet er gebeuren op dit moment? Ja, dat is een vrij open vraag voor afronden. Maar wat belangrijk is dat het volk wakker wordt en kritischer wordt.
En word nou kritischer. En word niet bang van ja, er is represaille hier. Want het punt is, represaille is op één persoon makkelijk uit te voeren. Maar als je met z'n velen bent, is dat moeilijker. En dat is ook een lafheid in Suriname. Dus ze hebben makkelijk van, ja nee, het kan niet, want je ziet toch, Santokki vervolgt iedereen enzovoort enzovoort. Dan denk je van, hierin, als je met een duizenden bent, dan gaat dat niet lukken. Bovendien, dat is één. Twee, ik roep de journalisten op om wat kritischer te zijn. En drie, ook journalisten in Nederland, hè. En drie, ik roep op als journalisten om als ze politici in de uitzending hebben, ook jullie, wees ook kritischer en bevragen van hierin. Stop met praatjes. Stop mij vertellen hoe slecht het in Suriname gaat. Want dat is een van de dingen waar ik me ook mateloos nu stoor, is dat die journalisten, ook jullie, maar ook anderen hier in Nederland, maar ook in Suriname, laten journalisten binnenkomen, laten politie binnenkomen, die hun horloge lenen en hun vertellen hoe laat het is. Dus die man die vertelt, ja, het gaat slecht in het land, man, benzineprijs omhoog. Dat mi sabi, man, nou weer meer in een ator dat die. Vertel me wat je gaat doen, vertel me wat voor actie je onderneemt, vertel me wat voor moeilijke vragen je gaat stellen, vertel mij hoe jij de regering onder druk gaat zetten. Ja, ik heb een vraag gesteld, maar ik wil geen antwoord geven. Ja, dat is niet voldoende, hè? Daar koop ik niks voor. Ja, nee, dat kan Reda's dan ook die vraag hier in Nederland stellen. Daar kopen we toch niks voor. Je moet dan iets verder gaan. En dan zie je dat ze niet kunnen. Dan zie je hun lafheid. Dan zie je hun onkunde. Dan zie je eigenlijk een dubbele agenda. Dan zie je een dubbele tong. En dat moeten wij blootleggen. Want alleen dan kan Suriname vooruitkomen. Alleen dan gaan wij koren van kaf scheiden. En dan gaan wij die ene parel vinden die het land in ontwikkeling kan brengen. Oké. Okay. Maar kan brengen. Mooi. En daar hebben jullie een rol. Ik minder, want nogmaals, de dag dat jullie het overnemen van mij, dan ben ik gestopt. Hè? Nee, weet nee. Je. Dus dat kan heel snel gebeuren. Als over een paar weken... Ik denk in hetgene wat jij beschrijft, Hikmat, heb je iedereen nodig. Iedereen. Ja, maar als jullie het voortouw nemen, dan heb ik een rustig leven. Dan ga ik andere leuke dingen doen. Ja, maar dat gun ik je niet. Jullie basangi unu. Nee. Oké, Ray. Dankjewel voor je tijd. Ja. Luisteraars, bedankt. En tot de volgende keer. En hou je ogen en oren open. Yes. Hikmat Mawa Mahawad Khan. Ik zeg het goed. Dankjewel. Ah, je zegt het goed. Beter dan Francina. Ik ga van je leren. Abou. Abou. Ciao. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.